Oh, Den Haag, mooie stad. En dan niet achter de duinen, maar ditmaal vanaf de 30ste verdieping van een van de allermooiste penthouses van Den Haag. Compleet ontworpen door Erik Kuster. Weergaloos uitzicht natuurlijk. U ziet het op de achtergrond, het wereldberoemde Malieveld, de historische binnenstad van Den Haag en, last but not least, de Noordzee. En dan hier natuurlijk die woonverdieping op de 29ste etage van dit fantastische duplex penthouse. We beginnen in de keuken. Ik ken een aantal sterrenchefs en ik weet zeker dat ze stuk voor stuk stikjaloers zijn op een keuken als dit. Voorzien van alle apparatuur die je maar kan bedenken en ook qua floorplan, qua indeling, heel goed ingedeeld. Want in die enorme living die dit appartement kenmerkt, die dit penthouse kenmerkt moet ik zeggen, met daar de zithoek en aan de andere zijde de zeer royale eetkamer annex dining, is dit natuurlijk de plek waar het in feite allemaal gebeurt. Hier worden de drankjes ingeschonken. U ziet, ze staan al klaar. Bedankt overigens, Veuve Clicquot. Daarnaast wordt er hier natuurlijk gekookt. In een penthouse als dit hoef je eigenlijk niet eens meer de deur uit. Geniet van het weergaloze uitzicht. Voor de wat minder formele diners, of misschien gewoon een boterham, of een kopje soep, hebben we nog een leuk eetbarretje. Een kopje koffie? U zult misschien denken van, Leslie, waar komen die zweetdruppeltjes vandaan? Ik vind het extra spannend deze keer. Nou, ik kan u vertellen, het tegendeel is waar. Ik vind het vooral leuk. Maar de twee open haarden, gashaarden natuurlijk, die we hebben aangestoken, speciaal voor beeld, hè, wie mooi wil zijn moet pijn lijden, die produceren nogal wat warmte. Voor de rest, naast die gigantische living die ik u net heb laten zien, met de woonkamer, de keuken en de dining, op deze verdieping nog twee kamers. Eentje is op dit moment in gebruik als kantoorkamer, maar zou ook prima als slaapkamer kunnen dienen. Ja, ik benoem deze kamer als kantoor, want zo is die namelijk oorspronkelijk door Erik Kuster bedoeld. Maar de huidige eigenaar is nogal sportief, dus die heeft er een home trainer neergezet. Dus ja, dan moet ik weer aan de slag, zoals dat u zult begrijpen. En de ander is ook een slaapkamer, compleet met badkamer. Voor de rest natuurlijk een zeer representatieve entree, een garderobe, een hoop bergruimte. Een zeer riant bemeten gastentoilet en uiteraard nog een extra terras. En dan helemaal boven, waar ik u nu mee naartoe neem, de master floor. Ja, het is natuurlijk een duplex penthouse die 330 vierkante meter is verdeeld over twee verdiepingen. De 29ste en de 30ste verdieping. Ik heb u net de 29ste laten zien. We zijn nu natuurlijk op de 30ste. En dat is één grote master floor. We hebben het wel eens over een master bedroom, een master suite, maar dit is een master floor. Grote slaapkamer, vaste kastenwanden. Nou, een dressing, dat is de droom van iedere vrouw en ook van iedere modebewuste man, mag ik wel eens toevoegen. En natuurlijk, ja, een badkamer, die kom je normaal gesproken alleen tegen in de presidential suite van een 5-sterren hotel in Beverly Hills. Ook de terrassen zijn natuurlijk geweldig. Twee stuks maar liefst in het duplex penthouse. In totaal 80 vierkante meter. Dus als je hier lekker een feestje wil vieren, van het mooie weer wil genieten of de barbecue wil aansteken, dat kan. Last but not least, we hebben ook nog een jacuzzi. We zijn natuurlijk in Den Haag, dus ik trakteer u op een echt Haags afscheid. Vanaf deze historische plek. De Hofvijver met op de achtergrond het Binnenhof, de spuitende fontein en ook op de achtergrond het mooie complex Nieuw Babylon waar ons fantastische penthouse zich bevindt, neem ik afscheid van u. Mijn naam is Leslie de Ruiter en ik verkoop mooie huizen.